Goedemorgen, ik sta bij een nieuwe auto. Ik ga hem even uitleggen door middel van dit filmpje, zodat het voor je helemaal duidelijk is. In de deur heeft hij hier de knoppen zitten voor de ramen voor, links voor, rechts voor. Met deze kan je de spiegel stellen, zo de linker spiegel en zo de rechter spiegel door te bewegen. Zo staat hij neutraal in het midden. Ik ga even in de auto zitten. De sleutel erin. Zo. Hier heeft ze de knop zitten voor de verlichting. Op deze manier staat hij aan. Dan heb je hier achter knop zitten voor het start-stop systeem. Dat zie je op deze manier. Gaat het ook aan en uit. Ik zet heel even de volume uit. Daar kan je hem start-stop systeem dus aan en uitzetten. Nu staat hij niet actief. Als je nogmaals terug, dan staat hij actief en doet hij het wel. Hier kan je de parkeersensoren achter uitzetten. Dan ook zo lekker aan laten staan. Je hebt hier de ruitenwisser. Als je draait gaat hij aan de achterkant. Als je hem naar beneden doet gaat hij aan de voorkant. En naar je toe dan is het sproeien. Hieronder heeft u de cruise control. Dat geeft hij hier ook aan met een groen tekentje. En wanneer je dan op plus drukt hier, wanneer je de gewenste snelheid rijdt, dan zet hij hem vast met plus. En dan kan je je gas loslaten met plus en min harder zachter rijden. Reset. Wanneer je de rem hebt ingetrapt, gaat hij met reset terug naar de laatste gewenste snelheid. En deze is om alles te vergeten van de cruise control. Wanneer de telefoon gekoppeld is, kan je met de spraakbedieningstoets kan je de naam van de contactpersoon inspreken om te bellen eventueel. Je hebt hieronder ventilatie. Hier zo de snelheid van het blazen. Koud warm. Dat spreekt een beetje voor zich. We gaan even naar het scherm toe. Radio. Voorinstellingen. Hier staan al wat zenders in. Mocht je bij lijst of bij hoofdmenu bijvoorbeeld hier een andere zender zien die je erin wil hebben, dan kan je voorinstellingen drukken en dan kan je hem zo ingedrukt houden. En dan overschrijft hij de zender. Deze is voor de volume en die heb je ook achter het stuur. Hier zo. Plus en min. Dan hebben we hier media. Wanneer de telefoon gekoppeld is, kan je daarmee bijvoorbeeld Spotify afluisteren van je telefoon. Telefoonbediening. Bluetooth apparaat koppelen, dat gaan we straks even doen. Navigatie. En dan kan je met bestemming adres invoeren en dan gaan rijden. Wanneer je, even kijken, zo terug op home. Bij instellingen kan je hier de taal wijzigen enzovoort. Bluetooth apparaten, display, wat donkerder zetten bijvoorbeeld. En hier de volume, snelheid enzovoort, dat kan je aanpassen. En voor de radio ook. Dus hier heb je de gevarenlichten. En hier de deur. Automatisch op slot, zodat hij niet van buitenaf geopend kan worden. In het dashboardkastje ligt netjes de boekjes van de auto. Dus mochten er nog vragen zijn, zou je daarin kunnen kijken en anders bel me gerust op. Heel veel veilige kilometers met de nieuwe auto. En laat het weten als u vragen heeft.